Hey, hallo allemaal. Welkom bij weer een nieuwe voorleeskoffer. En vandaag hebben we een verhaaltje over boer Boris. En boer Boris wil geen feest. Ik ben benieuwd. Kijken jullie mee? Boer Boris, oh, word toch eens wakker. Vanochtend gebeurde er een wonder op de akker. En iedereen, roept zusje Sam, die moet het komen horen. Er is toen niemand keek ineens een worteltje geboren. Het is een heel lief oranje en het is nog heel erg klein. Wie van de grote wortels zou toch de mama zijn? Worteltjes, zegt boer Boris, die worden niet geboren. Die groeien uit een zaadje. Uit een zaadje uit de grond. Je kunt ze lekker koken, bakken, stomen, stoven, smoren. Maar rauw kan ook. Doe maar, stop er maar eens een in je mond. Dat is gemeen, roept zusje Sam. Zo'n worteltje wil leven. We moeten voor het babytje een welkomstfeestje geven. Maar boer Boris zegt nee, dat is geen reden voor een feest. Er zijn al 100.000 keer worteltjes geweest. O Boris, roept boer Berend, kom eens kijken in de bij. We hadden al 8 schapen en nu is er eentje bij. Het is een heel klein lammetje dat haast nog niet kan staan. Ik denk dat dit de mama is. Dat heeft ze goed gedaan. We moeten het gaan vieren met muisjes en beschuit. We gaan het erf versieren. Kom, hang de vlag maar uit. Maar boer Boris zegt, nee, dat is geen reden voor een feest. Er zijn al 100.000 keer eerder lammetjes geweest. O boer Boris, kom eens kijken. Kom eens kijken in de schuur. Vandaag is er iets moois gebeurd, zo rond het middaguur. Er waren eerst 6 varkens en nu zijn het er al 10. Er zijn 4 kleine biggetjes. Oh, moet je toch eens zien? We moeten het gaan vieren met muisjes op beschuit. We gaan het erf versieren. Kom, hang de vlag maar uit. Maar Boris zegt, nee, dat is geen reden voor een feest. Er zijn al 100.000 keer eerder biggetjes geweest. Boer Boris, wie komt er aangelopen? Het is neef Niels, de jarige. Hij wordt vandaag al 6. We moeten naar de stad om een cadeautje te gaan kopen. Een pen, een gum, een ruitjeschrift voor bij de tekenles. We moeten het gaan vieren met slingers en met taart. We gaan het erf versieren en Niels mag op het paard. Maar boer Boris zegt, nee, dat is geen reden voor een feest. Neef Niels is al 5 keer eerder de jarige geweest. Ach, die arme Niels. O boer Boris, kom eens kijken bij de kippen. De eieren zijn uitgebroed en er klinkt een hoop gepiep. We hebben kleine kuikentjes, zo donzig en geel. Het zijn er 8, 11, 6, nou ja, het zijn er heel erg veel. We moeten het gaan vieren met muisjes op beschuit. We gaan het erf versieren. Kom, hang de vlag maar uit. Maar boer Boris zegt, nee, dat is geen reden voor een feest. Er zijn wel vaker 21 kuikentjes geweest. Ze hebben ook nooit een reden voor een feestje. Tring, tring, er wordt gebeld. Oh, boer Boris, doe eens open. Misschien is er bezoek of iemand die een ei komt kopen. En daar staat een man met brieven in zijn tas die zegt, zeg hoor eens, ik kom vandaag een pakje brengen voor de heer boer Boris. Het is wel een hele grote vrachtwagen. Boer Boris roept, hoera, hoera, het is dan toch gekomen. Ik wacht al 9 weken op het werktuig van mijn dromen. Het is zonneklaar, er is in nog geen 100 jaar zo'n goed, zo'n fijn, zo wonderbaar, zo'n fabelachtig exemplaar geweest als deze hakselaar. Boer Boris roept het uit. We moeten het gaan vieren met vruchtensap en fruit, met raap en met radijs, met worteltaart en ijs en met koek en snoep en drop. Wie hangt de slinkers op? Nou, nu is er weer een feestje. Blij is Berend en blij is Sam en blij zijn alle dieren. Blij is ook neefje Niels, maar oh, boer Boris nog het meest. Er is nog nooit zo'n goede reden voor een feest geweest. Alle dieren gaan in optocht achter de nieuwe hakselaar aan. Wat een mooi verhaal. Hebben jullie ook wel eens een feestje gevierd? En wat is dan het lekkerste snoepje wat je eet op zo'n feestje? Tot de volgende keer. Doeg!